De KNVB-beker was dinsdag alvast te zien op het Kerkplein in Alkmaar. Vanaf deze bekerronde komt de KNVB-beker Trophy Tour elke speeldag de originele KNVB-beker naar een stad brengen waar een bekerduel wordt gespeeld. Het was een unieke kans om met de dennenappel op de foto te gaan. De belangstelling was matig, wellicht omdat de wedstrijd van de derde bekerronde tegen FC Utrecht nog gespeeld moest worden en het allerminst zeker was dat AZ die zou winnen. Twee weken geleden speelden de ploegen ook al tegen elkaar in Alkmaar en die wedstrijd eindigde in een 5-5 gelijkspel. AZ zou dit jaar voor de vijfde keer de beker kunnen winnen.